Goedemorgen, we zijn in Assen. Ja, we hadden 3 Peugeot 206 GTI gekocht. We hebben er maar 2 bij ons. Dat is misschien een kleine teleurstelling voor jullie. De derde was een beetje op het randje of we hem af zouden kunnen krijgen. Dus toen dachten we, nou, laten we die nog even thuis. Want anders moeten we ook rijders gaan uitnodigen. En die dan misschien weer teleurstellen dat die auto nog niet klaar is. We zijn nu aan het testen. We hebben vanochtend nog, moesten nog stickers op. Jullie hadden ook nog niet de nieuwe velgen en de banden gezien. We hebben Redijk, die heeft de velgen voor ons gesponsord. En Goodyear banden natuurlijk, want de Goodyear doen we bijna alles mee tegenwoordig. Daar zijn we heel blij mee. Ik heb net een klein rondje gedaan. Het is wel grappig. Het is glibberig. Het is glad. We hadden die Alfa 156. Dat was eigenlijk een hele brave auto. Ook alles mee doen, gewoon insturen, lomp. Zonder gas te geven, geen lift of oversteer. Dit is een ander beestje, de 206 GTI. Dat wisten we ook wel een beetje, maar toch als je dan hier rijdt, en het is echt glad, duurt lang voordat er een beetje temperatuur in de banden komt, echt wel. Dit wil doen. En het is een baan die ik nog niet zo goed ken, dus het wordt spannend. Hopen dat de auto's het blijven doen. Ik denk het wel, we hebben nu best wel wat rondjes gereden, we zijn nog een beetje aan het rijden. Ze houden het wel vol. Dus we komen bij jullie terug om te vertellen hoe ze het mechanisch houden en of we een beetje goede rondetijden neer kunnen zetten. Wat is er gebeurd, Wouter? Hij zegt niks. Hij zegt dat hij niks heeft geraakt. Maar we hebben hier wel meer lichamelijk in. De ramen van de auto moeten dicht. Links en rechts moeten dicht. Je hebt een arm. Even voor. Kijk, het is gewoon een nat, glad, koud. Dat je een beetje. Nou, hoe ging het? Ja, prima joh. Ja. Een stuk beter dan in de warm-up. Al een stuk minder water op de baan. Dus
wel fijn voor deze eerste keer hier op Assen. Lekker. Enkele bochten is niet moeilijk, want daar is een soort vast recept voor. Maar dat is het beste hier. Dit is een dubbele. We zijn bij de Junkyard Race. En ik ben. Ja, die hoort er zo meteen meer over. Oeh, daar gaat het. En omdat het budgetvriendelijk is, doe jij ook ja. Ja, zeker. Met welke auto? Wij hebben drie stuks Peugeot 206 GTI. Oh. We hebben er nu twee bij ons, want de derde die is bijna klaar, maar dat is wel even orde. Nou, waarom we nou dan die strafdingen hebben gehad, weet ik ook niet. Hebben we straf? Nee, we hebben geen straf gehad. Dit was niet. Gaat niet. Yes? Ja. Thanks, Paul. Kijk, toppie. Nou, succes jongen. Top. Kijk, lekker. Nou, waar zijn we nu? 2 uur onderweg bijna. Gaat helemaal goed, hè? Heerlijk. Zelf gaan. Top! Ik heb de dashboard valt aan elkaar, ik weet niet wie. Ik heb deze plek gesloten. Curbstone. Maar dit ging wel. Ik vond dit wel lekker gaan. Er waren een hoop mensen die vonden het spannend dat het een beetje regende, dus dat was. Dat was makkelijk inhalen. Maar ik heb echt heel veel mensen ingehaald. Ik weet niet of ik mensen niet heb ingehaald. Maar dat, misschien was sneller dan ik, die kon ik helemaal nooit in. Maar ik zelf, er is niemand voorbij mij gekomen. Dus dat was lekker. Geen idee van de rondetijden en zo. Maar het was in ieder geval heel leuk. Dat is misschien het allerbelangrijkste. Het was gewoon echt heel leuk nu deze. Een paar momentjes. Even een ramzoeken, overstuurmomentje. Die wil je daar niet hebben. Maar ik sta er nog, de auto is er nog. Dus, die Volvo. Die ging heel wijd, daar zo, ik weet al die bochtnamen niet. En die kwam weer de baan op. En toen dacht ik, nou, dit heeft ongeveer zo'n stukje gezet. Ik zat echt zo. Nee, mis. Oké, heerlijk. Lekker.
wissel. Weer controleren, hè? Ja, even checken inderdaad. Oh, we lachen weer. Achter mij rijden ze nog de laatste rondjes. Beide auto's hebben het volgehouden, tot nu toe. Het kan nog altijd iets gebeuren. Nee, echt, voelt goed. Echt fijne bolides zo geworden. Het is nu een beetje aan het opdrogen. Hier is het nog nat, maar op de racelijn wordt het droog. Je ziet ook echt de rondetijden elke keer sneller worden. We hadden niet echt een referentietijd hier op Assen. Dus, een referentietijd voor de junkyard races, dat je daar niet onder mag komen. En wilt u het toegankelijk houden en auto's moeten gewoon niet te snel zijn, anders is dat natuurlijk gewoon, ja, wordt het gewoon linker, weet je wel, als het echt heel hard gaat. Ze zitten er wel dichtbij. Grappig genoeg, de zwarte 206, team 3 zeg maar eigenlijk, automobiel 3, lijkt echt wel een stuk sneller, of is nu sneller op de baan. Die is ook ietsjes verlaagd. Dat zie je ook gewoon echt, dat zie je gewoon echt wat centimeters verschil, met name voor. Motorisch zouden ze allebei ongeveer gelijk moeten zijn. Maar ja, als alleen die verlaging daar dan toch best wel, ja, 4-5 seconden verschil in rondetijd tot nu toe. Kan ook gebrek aan talent zijn aan onze kant. You never know. Maar we zijn in ieder geval heel blij. Ze hebben het volgehouden tot nu toe. We gaan de volgende keer naar Zandvoort toe. We gaan nog een paar upgrades aan de auto's doen. We moeten even wat puntjes op de i zetten. Ook wat gavere bestikkering kan ook nog wel, maar ze zijn in ieder geval echt blij. Dus lekker. En het was een leuk racen. Ik heb op een opdrogende baan, ik merkte gewoon steeds ietsje sneller. En ik merkte vooral mijn schakelpunten, van nou, waar ga ik de toerenbegrenzer in? Dat puntje kwam zeg maar net eventjes ietsjes dichterbij. En dan weet je van oké, ik kom dus echt harder die bocht uit. En het blijft wel een beetje een spannende auto, zeg maar, eindrecht stukje hier. Als je hem te hard gaat en instuurt, dan komt die kont echt wel om. En dat heeft van alles met de regen te maken als die baan een beetje nat is. Maar dat maakt het wel leuk, omdat je hem dan, als je hem er net overheen duwt, ja, dan ben je weer die snelheid kwijt. Dus je moet hem er precies tegen aanrijden. Vond ik erg vermakelijk. Ik heb toch steeds weinig talent natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Ik heb in ieder geval lol gehad. We gaan zo naar de finish kijken. We zijn ergens een beetje in het midden geëindigd, want we hebben heel veel gewisseld. Ik moest ook nog een radioprogramma tussendoor maken. Maar we hebben het wel leuk gehad. Waar moet ik beginnen? Maakt het nog uit? Maakt niet uit, hè?
Ja, ik zou gewoon eerst beginnen met de prijs voor de klasses, want dat is niet zo belangrijk. Ja, maar dit zijn de echt mooie prijzen. Dit zijn de echt mooie prijzen. We hebben natuurlijk ook prijzen voor het beste thema en wie het meeste pech had en wie de beste reparatie heeft gedaan. Ik vond het echt fantastisch om op Assen te rijden. Schrijf er allemaal in. Dankjewel voor jullie nette rijden. En, ja, wat weer een top evenement. Dus hartstikke bedankt. En tot de volgende keer.